Nee, kijk, je moet hem zo vasthouden. En dan moet je in de lens kijken. Ik kijk er nu in. Heel duidelijk praten. Ik zie dat mijn batterij een beetje leeg is. Maar goed. Een hele goede morgen. Super leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Rianne en ik ben verhuisd. Ja, ik ben zo blij. En ik ben niet alleen, maar mijn vogels die zijn er ook al. En dat waren de buren. Maar ik ben nog maar net wakker. Ik heb heerlijk geslapen hier. Wow, wat is het hier? Stil. Rustig. Jeetje. Ik moet er echt aan wennen. Bij de vorige woonplaats waar ik woonde, dat is echt, echt niet stil. Dat woord bestaat daar niet. Dat is niet stil daar. Dus ik moet heel erg wennen. Maar ik heb zo goed geslapen omdat het zo stil is. En deze twee ook hoor. Die gingen ook vrij snel slapen. Eentje slaapte nog zelfs. Hey Amir, ja, je vriend die slaapt wat af. Maar goed, ik moet nog ontbijten. Het wordt mijn allereerste ontbijtje hier in mijn nieuwe huis. Maar ik heb nog geen bestek, dus ik heb wel bestek, maar het zit ergens hier. Ergens. Dus ik ga even flink op zoek en naar een mok. Dat doe ik ook nog niet. Dus ik ga even zoeken naar bestek en mok. En ik krijg nog visite zo. Dus ik ga straks even ontbijten denk ik. Het is nu trouwens 9:30. Vandaag heb ik een dagje vrij. Want vandaag komt mijn wasmachine als het goed is ook binnen. Mijn kookplaat komt binnen. Dus dat is wel top. Helemaal top. Ik zie jullie straks weer. Ondertussen is het alweer een uurtje verder en heb ik nog steeds niet ontbeten, maar wel mijn bestek gevonden. Ondertussen heb ik ook visite gekregen. En hebben we samen even dit allemaal even gefixt. In ieder geval weer een beetje ruimte om te lopen. Ik ben nu even mijn kastjes aan het indelen en alles wat ik heb gekregen. Super leuk. Dan ben ik hier even aan het doen en ik heb mijn bestekjes wel gevonden. Maar ik heb nog niet ontbeten. Dus dat ga ik zo ook even doen. Dus het wordt eerder een brunch. Het is inmiddels 11 uur. En mijn wasmachine is ook nog niet aangekomen. Nou ja, we wachten gewoon af. En ik ben de hele dag vrij en ik ben niet echt van plan om weg te gaan. Dus dat scheelt wel. Dit bureau is weer zoals gewoonlijk vol. Jee, ik ben echt thuis. Als mijn bureau vol is, dan ben ik echt thuis. Mijn kindje zit lekker te eten. Die heb ik even een snoepstengeltje gegeven, want die moeten natuurlijk ook wennen. Aan de nieuwe omgeving. Ik laat ze ook nog niet los. Dat ga ik waarschijnlijk pas eind van de week doen. Of ergens midden in de week. Eens kijken. Lekker snoepen. Kijk hem. Met die poot vasthouden, hè? Ja. Maar goed. Heb je een afkapzuig? Een afkapzuig? Ja, ik voel het. Oh my god, is het zo. Oh my god. Ik ben aan het filmen, ja. Er is iemand aangekomen hier. Ja. Hallo. Ze zou gewoon meteen mijn tosti-apparaat uit uitproberen. Ik ben wel benieuwd hoe ze gaan worden. Zo. Met die messen. Deze kan je erbij gebruiken. Ja, ben je. Ik heb inmiddels al lekker gegeten.
Het werd inmiddels wel een brunch, want het is inmiddels al dik 12 uur. Jeetje. En de wasmachine is er nog steeds niet. Oké. Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Oh my god. Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Mijn naam. Zo. Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Mariska en ik ben nu aan het vloggen. Samen met Rione. Woehoe. Ja jongens, je vergeet helemaal te vloggen vandaag. Dus ik dacht, ik neem hem maar lekker over. Mariska neemt het heel even over van mij. Maar dat vindt ze niet erg, nee, hè? Mijn broertje heeft het pas ook gedaan, die vond het ook heel leuk. Ja, zo, je hoeft niet zo dichtbij, hoor. Oh, maar puisten hoeven ze niet te zien. Dus, vandaag gaan we even naar de winkels. We zitten nu in Bloemendaal. Hoog houden, want ze kijken nu de onderkant. We zitten nu in Bloemendaal. Oh, echt, dit is een paar. Ik moet het toch gewoon oefenen, hè, dit. Maar ja, het is op zich wel grappig en leuk. Maar ja, ik hoef ze niet op de computer te zetten. Dat wordt gewoon gedaan voor mij. Dat doe ik gewoon. Ja, we hebben gewoon eigen soort van zelf. Allebei een account. Of één account en jij op jouw naam. Zo. Je moet hem echt wel hoog houden en rechter. Want juist zo. Sorry hoor, ik moet nog even wennen. Je ziet nu alleen je neus en je mond. Ik moet nog even wennen. Dus, wat gaan we doen, Rion? Dus, ik heb een nieuwe jas aan trouwens. Die kwam ik tegen in de fruitdozen. Ik had hem nog geen één keer aangedaan. Echt, mijn armen worden een beetje larm. Ja, spierballen. Kijk eens, jij mag hem weer hebben. Spierballen. Maar goed, wij gaan dus naar de winkels. Ja. Even een beetje rondkijken in de winkels. Even een frisse neus halen. Rion aan het chillen. Oh ja, en mijn wasmachine komt misschien morgen, want ze zijn wel geweest. Maar ze konden mijn deur niet vinden. Oké. Okay. I know. Dat is echt grappig. Deze had ik vroeger ook altijd. Kijk, daar kan je hele dingen mee maken. Deze potloden is echt leuk. Toen was ook allemaal beesten en zo. Zo leuk! Maar goed, we zijn even naar dingetjes aan het kijken. En ik heb deze. Ik ga deze uitproberen. Ja, ga ze even uit. Dus. Yeah. Ik zit echt lekker. Yeah. Ik ga ook. Oh, mijn god. Zie je naar binnen? Ik ben zwaar. Het is best lekker eigenlijk. Wil je hem ook in je huis? Ik wil hem ook in mijn huis. Zo. Het zit echt lekker. Nou jongens, ik zie jullie vanavond ergens weer. Oh, zo. We zijn weer terug van het winkelen. Jongens, ik heb iets gekocht. Echt geniaal. Een nieuwe broodrooster. Deze is zo leuk. Als het goed is komt er ook echt een unicorn uit. Ik kon hem gewoon niet laten staan. En Marissa is er ook nog steeds. Proost. Proost. Ik ben eigenlijk zo benieuwd wat eruit gaat komen. Hij is nog te cute. Hij is te cute. Maar wat zit er dan in? Er zit dan een vorm. Oh ja, er zit een vorm in, joh. Kijk, er zit een unicorn vorm in. Als je dan jij je brood in doet, dan krijg je. Oh, hij stinkt wel een beetje. Dat is nieuwigheid. Grappig. Oh ja, Mariska heeft mijn truitje aan. Laat maar weer vallen. Ja,
Hallo mensen, zou ik ook gaan vloggen? Laat het hier onder de reactie achter. Ik ben benieuwd. Laat hier onder in de reacties even achter of Mariska ook moet gaan vloggen. Ze wil namelijk heel graag gaan proberen, maar ze weet nog niet zo goed hoe. Dus ik ga het leren. Gaat het goed komen? Ze komt dus weer in mijn eerste vlog. Dat sowieso. Als jij je eerste vlog gaat maken, dan kom ik erin. Is goed. Dat was bij Kim ook zo. Kim heeft ook samen met mij haar eerste vlog gemaakt. Dus dat is wel leuk. Maar goed, we zijn niet zoveel aan het doen, jongens. We zijn lekker aan het chillen aan deze leuke eettafel. Nieuwe eettafel. Vanmorgen in de kaart. Hij is echt mooi. Hij is echt mooi. Maar ik moet nu al een doekje eroverheen aan, zie ik. En je huis opknappen. Ik moet nog heel veel dingen opknappen en heel veel dingen ophangen. En ik ga vanavond even kijken voor kasten, want ik heb echt kasten nodig, jongens. Ik moet deze spullen moet ik kwijt. Ja. Maar ja, we zijn lekker een beetje aan het chillen. Lekker een beetje bij het letten. Morgen ben ik trouwens ook nog lekker een dagje vrij. En dan ga ik nog meer verhuisdozen uitpakken. En hopelijk komt dan wel mijn wasmachine binnen. Ik zal gewoon zo zwaaiend voor het raam staan, zodat ze me wel zien. Ja, ik snap ze wel, want het is gewoon inderdaad niet heel duidelijk aangegeven beneden. Dus als je hier nog nooit bent geweest, dan zou ik het zelf ook niet weten. Dus ik snap ze wel. Maar ja, het gaat goed komen. Weet je wat wij nog wel kunnen doen? Is even die twee tafeltjes daar in elkaar zetten. Ja. Kijk hoe handig we zijn. Nee, ik heb deze tafel al vanmorgen in elkaar gezet. Dus dat gaat mij wel lukken, maar of jou het gaat lukken? Vast. We gaan het zien. Vonden jullie deze film leuk? Veel. Ja jongens, we zitten midden in de movie. Nee, kijk, je moet hem zo vasthouden. En dan moet je in de lens kijken. Ik kijk er nu in. Heel duidelijk praten. Maar vooral gewoon jezelf blijven, mensen. Als je gaat verloren, ga gewoon blijf gewoon jezelf. Zelfs deze woorduitspraken, die heb ik echt heel vaak. Moet je gewoon erin laten, want het is gewoon, dat ben jij. Dus dit ben jij, en dit jij ben ik. Jij, en dat jij ben ik. je camera gaat wel een beetje scheef zo. Dit ben jij, en jij ben ik. Ja, je moet gewoon heel duidelijk praten. Oké, mensen. Vooral gewoon jezelf blijven, dat is gewoon het leukste. Mensen, wij willen populair worden. Nee hoor, ik hoef niet populair te worden. Nee hoor. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Ik vind het gewoon leuk om te doen, mensen, maar de camera wordt heel laag gehouden. Dus ik ga volgens kijken. Zo, we zitten weer op de fiets, ja, weet ik. Het is van het een of ander, maar we zitten weer op de fiets. Jij gaat rechtdoor zeker? Ja. En ik ga linksaf. Nou, ik zie je wel, ja. Ja. Doei. Doei. Ik ga even lekker naar de sportschool. Nou, hier zijn mijn vrienden. Kom staan. Ik ga gewoon lekker zelf aan de slag. Ik heb inmiddels al 2 weken niet meer gesport, dus... Maar ik heb er heel veel zin in. Oh, ik ben inmiddels weer terug van het sporten. Ik heb inmiddels ook al gegeten. En nu ben ik even bezig met mijn kast. Mijn kledingkast aan het indelen. Dat kan je heel makkelijk doen op IKEA. En echt, het lijkt net Sims, jongen. Dat is echt... Het lijkt net Sims. Maar ik ben hier dus mijn kast een beetje aan het indelen hoe ik het wil.
En dat is nog best wel interessant te doen. Dus dat is best wel leuk. En dan heb ik iets in de kratzeer. Die beginnen langzaam ook een beetje zich thuis te voelen. Dus ja, dit is onze eerste officiële dag dat we hier wonen eigenlijk. Maar nou, het gaat wel redelijk. Het begint langzaam te wennen. Het blijft altijd nog wel een beetje raar als je hier binnen loopt. Terwijl echt je eigen huis is, dus het blijft toch wel een beetje onwerkelijk ofzo. Maar ja, dit is gewoon, ik wil gewoon deze rommel een beetje weg hebben. Dus ik wil gewoon even kasten gaan bestellen. Zodat ik dat lekker kan gaan opruimen. En dan kan ik echt mijn eigen draaien vinden. Want nu is het gewoon heel rommelig nog. Ik kan mijn spullen gewoon niet kwijt. Dus ja. Dan maar een kast. Een mooie kledingkast.